Ja, ik heb gekeken naar jullie spel vandaag, Bram. Ik vond het nog niet een hoogstandje. Nee, het was onder ons niveau, Herman. Die conclusie trekken wij zelf ook. En waar het we aan af kunnen leggen, dat af kunnen leiden, dat is natuurlijk altijd een vraag. Daar zijn we dan ook weer mee bezig. En dan zullen we kijken van de week. Na bespreking zullen we het zeker over allerlei zaken en details hebben. Maar ja, het was niet best van onze kant uit. Zeker als je de vorige wedstrijd hebt gezien tegen EFC. Toen waren jullie duidelijk de betere. Wint met 2-0. Vandaag was het EFC wat erin geloofde. Dat moest ook wel in ieder geval punten pakken. En voor jullie was het rommelig. Slechte passes. En jullie zaten niet echt lekker in de wedstrijd, vond ik. Nee, klopt. Je slaat de spijker op zijn kop. En nogmaals, het was onder ons niveau. We hebben in ieder geval de tweede helft toch meer pressie willen zetten op de tegenstander. Ook dat lukte niet altijd. Maar uiteindelijk komen we dan voor te staan met 2-1. Ja, goed. En als je dit 10 minuten voor tijd over de streep trekt. Ja, dan praat niemand erover. En dan win je die wedstrijd. En nu geven we hem eigenlijk in de laatste seconde, laatste minuten geven we hem weg. En ja, dat is natuurlijk doodzonde. Dat is sowieso zonde. De eerste helft kom je ook al achter op die 1-0 stand. Het was al rommelig. Wat dacht jij toen voor de rest van de wedstrijd? Ja, dan is het, we hebben ook gezegd in de rust van jongens, allemaal een schepje erop en willen en laten zien dat je wilt winnen. En in ieder geval proberen zo snel mogelijk weer in een goede positie te komen. Nou ja, uiteindelijk scoren we dan net weer rust de gelijkmaker. En dan gaan we de tweede helft gaan we weer blanco winnen. En dan, de tweede helft was het spel van onze kant wel wat beter. Ik vond aan de andere kant van het eerste heel goed meevoetbalde. Ook naar voren wilde spelen, ook de wedstrijd wilde winnen. Nou ja, goed, en als je dan ziet dat je een kwartier van tijd op voorsprong komt. Ja, en dan moet je er eigenlijk, dan krijgen we toch weer een goal uit de stilstaande fase. Krijgen we toch nog een goal tegen. Ja, en dan speel je gelijk. Ja, dat is natuurlijk zuur. Ja, je had op 7 punten kunnen komen. En nu, je blijft op 4 punten staan. Ik denk dat iedereen ons wil ruilen. We staan er nog het beste voor. Dus we hebben alles nog in eigen hand. Maar je hebt nog wel een paar hele lastige wedstrijden. Rood-wit volgende week. Dat is natuurlijk ook niet de minste. Die willen absoluut niet onderdoen voor Mervilde. En daarna krijg je Blerik, wat vandaag met 4-0 gewonnen heeft. Die zit ook nog volledig in de race. Ja, je wordt niet zomaar kampioen, hè. Je zult er echt alles aan moeten doen. En wij willen toch kampioen worden. We willen toch bovenaan eindigen op het eind van het seizoen. Dus dan zul je ze moeten winnen. In ieder geval de belangrijke wedstrijden die we nu nog te gaan hebben. Die zullen we moeten winnen. En een beetje tegenvallend, Mervilde vandaag 2-2. Het houdt niet over, maar het belangrijkste is, Mervilde houdt EFC in ieder geval op die 4 punten achterstand. Blerik komt een beetje dichterbij en de competitie is zeker nog lang niet gespeeld met nog 3 wedstrijden te gaan voor Mervilde. Wilfried Grades, jij bent voorzitter van het organisatiecomité van 90 jaar Mervilde. Ja, we gaan dit jaar 90-jarig bestaan vieren en we hebben een prachtig programma. Op 10 september wordt het 90-jarig bestaan van Mervilde voluit gevierd. Op die dag wordt een pannaveld geopend hier bij Mervilde, waar ook Foxy van PSV wordt ingehuurd. En Foxy zal een wedstrijd spelen tegen Marvel van Mervilde. Er komt een freestyle voetballer, een artiest zeg maar, die zijn kunsten gaat vertonen. En na de opening van het pannaveld met deze artiest zeg maar, gaan we richting de feestavond. Die daarna zal plaatsvinden. Waar oudleden en leden van Mervilde en sponsoren en ook buurt van harte voor uitgenodigd worden. Er is een Facebookpagina geopend. We hebben een prachtig logo. Mervilde Goes 90. Dus we hebben het feest zal ook een beetje in de 90s zeg maar, sfeer gevierd gaan worden. Het belooft dus kortom een hele mooie happening te worden. Ook de komende gelegenheden, toernooien die bij Mervilde plaats gaan vinden. De bekerfinale wordt dit jaar ook van de jeugd wordt bij Mervilde georganiseerd. En ook daar zal aandacht worden besteed aan 90-jarig bestaan. Kortom, bij vele gelegenheden en events de komende periode zal het 90-jarig bestaan zeg maar, gevierd gaan worden. En daar zullen we bij stilstaan. Want 90 jaar natuurlijk is niet zomaar iets. Ik heb ook begrepen dat jullie op zoek zijn naar nog oud-leden. Ja, wij zijn zeker op zoek naar oud-leden. We hebben wel natuurlijk wat administratie van de oud-leden. Maar oud-leden die dit zien of die dit horen. Van harte welkom op het 90-jarig bestaan, op het 90-jarig feest van Mervilde op 10 september.
En van harte welkom natuurlijk op een van de komende wedstrijden waar Mavilde nog voor het kampioenschap kan gaan. Dus ik nodig ook alle oud-leden uit om zich hier te melden en Mavilde aan te moedigen en ook mee het 90-jarig bestaan te vieren.